Heel leuk! Hoi. We gaan naar buiten. Hoi. En het regent. Heerlijk begin van de dag. Het valt wel op hoe superveel mooie geluidjes er zijn van al die vogeltjes. Mm-hmm. Hallo prins, wil je een kusje? Goedemorgen! Het is vandaag vrijdag en... Vrijdag? Nee, vet of fijn. Zaterdag. Bloopers. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. We gaan in de avond 7 uur moeten we bij de film zijn. We gaan naar verschrikkelijke EK3 spikkelbommetjes. Spikkelbommetjes! Zo, Jola gaat lekker naar turnen. Zin in, joh? Ja! Yay! Ik heb mijn pakje. Ja, je nieuw pakje aan. Die zal ik zo wel even laten zien als ik je kom ophalen, ja? Ja. Bart's My Wellness profile. Niet heel erg voor. Maar een klein beetje, ja, wel. Beetje mag wel hoor, met dat kapsel. Dat je nou voor het eerst had. Toen had hij dat kapsel. Dat verschrikkelijk was dat. Oh ja, daar was jij bij, Joris. De eerste keer dat ik Bart zag, daar was Joris bij. Ja. Ja, trouwens, de filmpjes die ik kijk tijdens de cardio, dat zijn gewoon filmpjes om te leren. Voor mijn YouTube kanaal, allemaal van die YouTube tips en zo. Dus dat vind ik wel dat dat mag. Want eigenlijk mag ik natuurlijk geen tv kijken en geen social media gebruiken. En anders denken jullie misschien dat ik de regels aan mijn laars lap. Nu snel naar huis, douchen en dan Jola weer van turnen ophalen. Zo, Jola heeft heel goed geturnd. Hè? Dus we hebben een deal gemaakt. Er liggen namelijk in de vriezer nog dingen die Bart en ik niet mogen vandaag. Maar Jola wel. Audio-ijsje. Ja, en dan zal Jola straks even verslag doen hoe die smaakt. Aangezien mijn nekpijn maar niet weggaat, heb ik deze gekocht. Ik ben heel benieuwd of het gaat werken. Tijgerbalsem. Nee, het kan niet uit je kleding. Nee, het kan niet uit mijn kleding, dus ik moet oppassen voor mijn kleding. Hoe smaakt die? Vies? Naar Oreo. Echt? Jij mag nog niet proeven. Nee, maar daarom kan jij wel zeggen hoe die proeft. Gewoon een olie hoor. En hij is heel lekker. Wow, Jola heeft al haar minions kaarten gesorteerd. Dit heb ik net ook gedaan. Hier, allemaal toepen. Wow, joh. Het is wel duidelijk naar welke film we vanavond gaan. Wie vind je nou echt het leukste? Ik vind deze het leukste. Agna. I'm so fluffy and I gotta die. It's so fluffy Canada. Canada. Maar in die film, alleen dat was een voorstukje. Toen deed ze het echt zo. Het deed ze meer. Oh, zo fluffy, I'm gonna die. Ja? Oh, ik ben zo benieuwd naar de film. Omdat zij dan meestal zegt en iemand anders zegt dan nu. Oh. Dus dan gaat zij zo. Ah, dat is die. Agnes. Zo, even eten. Lekker! En het hoofdstuk van vandaag doornemen. Oké, ik was dus altijd aan het filmen. Jola die komt hier net me even eraan herinneren dat hij niet aanstaat. Maar goed, wat ik dus wilde vertellen. Vandaag is dus de dag van de innerlijke dialoog. Dat betekent eigenlijk de gesprekken die je de hele dag doorvoert met jezelf in je hoofd. Althans, ik heb die wel de hele dag. Ik denk iedereen wel, want niet voor niks bestaat bijvoorbeeld yoga, meditatie, allerlei dingen om een beetje van die hersenspinsels af te komen. Maar het gaat er eigenlijk om dat je dus leert om deze positief aan te sturen. En jezelf eigenlijk gewoon af en toe een beetje een schop onder je kont geeft in je hoofd. Want heel vaak zeggen wij gewoon tegen onszelf, nee, dit kunnen wij niet en hier, dit gaat ons niet lukken. En dat is eigenlijk een beetje die angst, die rem. Die we tegen onszelf zeggen en waardoor we dus heel vaak dingen niet doen die we eigenlijk wel zouden willen of kunnen.
Maar ja, eigenlijk is het dus echt een hele goede hulp om gewoon tegen jezelf te zeggen dat je het kan in je gedachten. Wat vind jij daarvan, joh? Soms is dat wel moeilijk, hè? Mm-hmm. Ja. Ja. Maar mama... Vooral als je, zoals ik nu vandaag, beste nekpijn hebt, dan is het nog wel moeilijk om je gedachten continu de hele tijd positief te houden. Ja, dus het is gewoon af en toe een beetje wel mijn best doen om positief te blijven denken. Ik merkte deze hele ochtend al dat ik best wel negatief aan het denken was eigenlijk. En het kwam omdat ik me onwijs irriteer aan bepaalde dingen, zoals de keuken, die gewoon dan wel een soort van afkomen, maar dan net niet, weet je wel. Dan... Ik wou zeggen... Ja? Ik wou zeggen, Bart die heeft een dingetje eraf proberen te krijgen, maar de muur is nu gescheurd. Is de hele muur nu gescheurd? Nee, niet die muur, niet de nieuwe. Welke dan? De gewone. Hoe groot? Gewoon een kras die open is. Meen je niet. Ja, dat is dus Bart. Die wil altijd alles zelf doen. Af en toe. Dan wordt het alleen maar erger. Het is wel heel lief dat hij het nu gaat doen. Want ik heb dus gezegd dat het me echt irriteert dat die vensterbank nu al een maand op de grond ligt. In positief blijven in mijn gedachten. Disna, Bart kan dit. En jij kan dit. En het wordt mooi. En je moet niet zeuren. En het wordt een leuke dag. Want we gaan naar de film. En Lola kan dit. Wat kan jij? Ik moet even zo voor mijn nek. Ja, sorry dat ik zo raar zit op de film. Maar mijn nek kan is dit. Echt kapot. Het grote doe-het-zelf boek. Alstublieft, meneer. Mag ik eens even kijken? Kan ik allemaal al natuurlijk. Ja hoor, dat kan jij allemaal al. Ja, 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 ja. Hey, dit is een hamer. Dat herken ik gelijk. Dit is een kwast. Zie je, dat hoef ik allemaal niet meer te leren. Wat is dit, de kegel? Dat is om je te hypnotiseren. Hey, zie je, zie je, dat weten jullie dus niet en ik wel. Dit is om een lood recht te hangen. Dit is een loodje. Ja. Het gaat er 9 uur door. Ja, nee, dat zie ik echt niet. Dat is 10:50. Oké, dat was even een heel kort bezoekje aan dit kleine marktje waar Bart zijn moeder stond. En nu snel terug naar huis. Ik kan mijn nek echt amper bewegen op dit moment. Nu zelf koken. Oké. Okay. Mm-hmm. Ik ben zo tired. Ik ben echt benieuwd of ik überhaupt wakker kan blijven daar bij de Minions. Maar dat zal wel met die grappige Minions. De Minions is wel echt een topfilm voor deze dag. Want je moet deze dag happy zijn. En dat is tot nu toe nog niet echt heel erg gelukt. Oh, liefje. Positief moet je zijn. Ja, die nekpijn, dat wil niet echt meewerken. Weten jullie hoe Jola en ik eerst altijd Minions noemden? Nee. Spikkebommies. Spikkebommetjes. Dat is verschrikkelijke ikken 3. Dit spikkebommie. Verschrikkelijke ikken betekent spikkebommetjes. Spikkebommetjes. Nou, de verschrikkelijke ikke 3 heeft zeker nog even wat happiness in mijn dag gebracht. Want wauw, ik heb zo'n last van mijn nek en ik ben zo klaar met deze dag. Zo moe. Ik ga nu snel naar bed toe en weer met tegenzin mijn spullen, mijn sportkleding klaarleggen voor morgenochtend. Wat ben ik blij morgen als die laatste dag voorbij is. Ik vond het dit keer echt rete zwaar deze zaterdag. Maar dat is vooral gewoon vanwege de pijn in mijn nek in combinatie met de hele dag een kind en allerlei andere dingen tussendoor doen, zoals de keuken die nu wel eindelijk af is. Yes, daar ben ik zo blij om. Hier een vensterbankje erin en alles, echt mega blij. Dus dat wel, en waarschijnlijk als ik even een beetje uitgerust ben, dan ben ik er ook wel wat meer nog content mee en blij mee dan dat ik het nu voel. Ik kan nu alleen maar denken aan mijn hoofd op mijn kussen. Dus
Ik wil jullie bedanken voor het kijken voor vandaag. En tot morgen. Als jullie willen zien hoe slecht ik er dan aan toe ben, vergeet vooral niet te kijken. Want morgen ga ik proberen om 10.000 calorieën te eten. Dus, nou, doei! Doei!